Yo. Vandaag, dag 2 van NoFap. Het is juist in de ochtend. En ik heb eigenlijk wel mega goed. Terug, like altijd. Op het moment van opnemen is eigenlijk de volgende dag. Dus vandaag is technisch is een dag 3. Vandaag praten over mijn ochtendroutine. Ik heb een nieuwe ochtendroutine en ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk om je dag zo goed te starten. Even sorry, ik heb dat goed, dus ik kan niet zo goed klappen. Mijn dag begint, ik sta op om 7 uur. Doe een half uur de Wim Hof methode, daarna direct een koude douche, waarom ik ook nu bij koud ben. Dus ik heb de vormingjas tegen voor mijn broer, anders wordt hij wakker. Dus koude douche, 3 minuten, het koudste water dat er is. De vogeltjes. Daarna ik ga fitness normaal zien, dan ga ik weten dat ik niet goed ben. Behalve in het weekend is de fitness maar open vanaf 9 uur. Dus dan moet je even wachten. Maar het lijkt normaal gezien met dat, dus de Wim Hof methode, koude douche, direct gaan fitnessen. Als ik terugkom van de fitness, ik geef mezelf de motivatie om dus eerst moet ik al de dingen doen dat ik wil, dat mezelf en hoe zeg je dat? Ik wil graag, ik was graag NBA, dus wil ik graag de highlights zien van NBA. Maar voordat ik ze kan bekijken, moet ik eerst de dingen doen dat ik zelf gezegd en dat moet doen. Dus is eerst al mijn tasks, mijn taken volbrengen. Dus dan kijk ik daarna achter de fitness. Kijk ik naar zo'n self-improvement video's, zoals Infinite Waters en nog andere. Dat Lewis House, dingen dat ik van kan leren. Dan schaken moet ik ook nog doen, sudoku. Dat teken. Wat is er nog wel, hè? Schaken, sudoku. Video vertalen. Met dat, al die dingen. En dan, nadat ik al die dingen gedaan heb, dan laat ik mezelf toe om ontspanning te hebben. Dat is de ding dat ik echt wel van breng. Dat ik constant, consistent wil zijn. Dus ja, dat is mijn morning routine. Dat vind ik wel nice. Ik heb ook geleerd gisteren van iemand. Dus even een kleine recap van gisteren. Ik had een beetje meer slaap nodig. Dus 10:30 opgestaan, direct weer mijn hoofdmethode gedaan, koude douche gepakt weer. Dat doet nu toch al meer dan een week. Die koude douches zijn echt life changing. Ik kijk hier ook wel drie scoot. Wat heb je dat nog gedaan? Space, nee. Naar de bibliotheek geweest, ik heb daar ik zie er nu een half gezien naar mijn video vertalen. Maar ja, ik heb het uiteindelijk doorgedaan. Ik mezelf niet toestaan om iets anders te doen. Ik heb daar ook bij een sudoku gespeeld. Een beetje zijn babbel met een vriend dat ik tegenkom. Dus ja, dat was echt chill. En ook bij zijn lachen. Nog gedaan. Hesten. Ah ja, ik ben ook bezig met intermittent fasting. Yo! Wacht hè. Dat nog gedaan. Intermittent fasting, daar ben ik mee bezig. Ik doe eigenlijk nu, even van vandaag, dat nu dag 3 begint, ga ik 16:08 doen. Maar de laatste paar dagen heb ik 17 uur fasting en dan 7 uur eten.
tot 9 uur eten. En dan vanaf 9 uur tot de volgende dag 2 uur fasten. Dus ja. Maar nu doe ik van 1 tot 9. Dat ik om 11 uur gaan slapen. Dus ik ga weer 16, 8 doen. Dus ja, intermittent fasting is echt. Kun je kennen alleen meer energie door. Je is ook minder bezig met eten. Dus ja. Ja, pijn dat dat is, jong. Wat ik ook nog wou zeggen is met dieet. Ja, ik ga er anders zijn, ja. Ik ga er een andere video over maken. Overal dat ik eigenlijk eet. En overal dat ik eigenlijk echt ook wel neem. Dus ja. Uit, vandaag dag 3. Vandaag een shot. Yes. Peace.